tarde o hasta para días de paz. En ese insomnio, de rajatín fuerte y de bloed van de Heere was kaars in die dag. Gezegde was daar nie baie nie. En die tyd aan terwyl Elie op sy plek lê slaap, sy oore het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die land van God nog nie dood gegaan het. Samuel in slaap in die tempel van die Here wat die ark van God was. Die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Elie en sê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. Gaan slaap maar weer. Hy het geloop en gaan lê. Ek gaan lees die woord. Kom ons harte. Kom ons neem ons plek. My boodskap vanavond aan u en my tekstboek word gevind in die derde vers van die derde hoofstuk. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het. Liewe vriend, man en vrou, luister aan hierdie geweldige skare. Wanneer ons kyk in hierdie tydbedeling wat opgeteken is hier in die boek van Samuel, dan kom ons achter dat die godsdienst van Israël, die volk van God, was soos 'n barometer gewees. Die een oomblik was hier die volk hoog in aanbidding en die teenwoordigheid van God, maar die volgende oomblik het hulle die laagste punt geslaan. Hulle godsdienst aanbidding teenoor die lewende God was soos 'n dronk man wat geslinger het van die een muur na die ander. Die een oomblik keer hier die muur, die uiterste en die laagste, volgende oomblik weer teen die ander kant, die hoogste. Hier in Samuel, waar ek vir u gelees het, was dit een van die laagste punte van Israël gewees. Heel die laaste. Ek lees in die woord van God hier, die woord van die Here sê, en die woord van God was maar skaars gewees. Die woord van God was maar skaars. Nou, wanneer ons kyk en ons praat van die woord van God is skaars, toe God tot my hart gespreek het, in hierdie gedeelte van die woord van God, toe lyk dit my vir my net soos wat het vandag is. En al is jy 'n pastoor en 'n leraar van 'n gemeente en 'n kind van God, moet ons vanaand erken voor God, die woord van die Here het maar skaars geword. Die woord van God is skaars. Ek praat nie van homiletiese opgestelde preke wat uit die verstand uitkom nie. Ek praat van boodskappe wat in die hart van 'n man kom. Die vuur van God aangedryf. Halleluja! Wees die naam van die Heer. Vanaand vir jou sê,
die boodskap uit die verstand. Hoe briljant, hoe groot, hoe hoog. Dat die mooiste woorde en die mooiste vergoed en die mooiste pilatijkies kan van die mens niks doen. Niks doen. Hy kan nie wederbaar nie. Hy kan nie losmaak nie. Wat weet. En we vanavond van jou sê die evangelie wat die mens losmaak. Is een boodskap van God. Van een vlam in die aard. Van een man brand. Halleluja. Die woord van God gedreid. In die salven van die licht. Sê my liefde staan van. Moet niks in sy kop nie, maar alles van God is hy aard. Die woord van God is maar skaars. Is maar skaars. Telke male gebeur dit wanneer een volk sy aanbidding en een volk afvallig raak van sy God, dan word die woord skaars. Die woord is maar skaars. Soms kyk ons na ander lande en ons kyk na plekke waar ons hoor van machtige bijeenkomste is. Groot stadions vol duisende. Maar as jy gaan luister, dan hoor jy die woord van God is maar skaars. Skaars. Die woord is skaars. Ek wil bid vanavond hier in Kaapstad. Ek wil roep na die God van die hemel. Ek wil vraag God met manne optel. Met een vuur vlam in hulle hart. Dat die woord van God kan drijf. En die kracht van die lichaam is. Halleluja. 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 Die woord van God is maar skaars. Die woord van God is maar skaars. Skaars. En ek wil vir jou sê, al het hy een boe menslike verstand, een geniale brein, met grade achter sy naam, sal hy my nooit kan oortuig. Die hart van my sal hy ooit kan oortuig dat kinderbesprinkeling ooit droop is nie, want my hart voor God sê vir my, wat is droop? Wat is dit van my God? Halleluja! Wat is bekering? Wat is heilig maak? Die woord van God is maar skaars. En gesigte was daar maar min. Daar ooit een tyd aangebreek het in die geskiedenis van die kerk van God op aarde van gezichte skaars is. Wanneer ek praat van gezichte, praat ek nie net van gezichte nie, maar alles wat behels die bonatuurlijke werking van God se Heilige Gees is maar skaars. Wat ons vandag meer kan rondloop en wat ons meer kan tronk en wat ons kan wees vir ander mense, soos ou lap poppie wat ons ronddra, is tale en ek leg van tale is tale. Van die natuurlijke kracht van my God, ons moet herken dat het skaars geword, het skaars gezegde is maar min. Gezichte is maar min. Gezichte is maar min. Ek kyk vir die oomblik. Ek wacht vir die oomblik. Ek die werking van my Godse kracht sal sien. Die volle kracht van God, die manifestaties van die Heilige Gees. Die gaves van die Heilige Gees in werking. En sy kracht, en sy heerlijkheid, en sy
falla ich dann noch mal. Er sagte es manchmal, Gott mir, als jemand noch ein Gesicht bringt, die Jörgere wird, kann man nicht weiß, wie er mir ist, ob das der Mensch ist, ob das Gott ist. Mensen dromen, laat je dromen. En geel aan je niet lichter dan zijn er is God. Mijn God. Geen die van jou een droom dat je moet zelf zien wat God is. Als hij van jou een gezicht geeft, zal je weten dat het God is. Halleluja. Dat is de naam van God. Dat is de naam. Gezichten is maar. Gezichten is maar. Wanneer ons kijkt naar jullie toestand, dan is het amper betredenswaardig. Die volk van God Israël was op een laagte punt. Die woord was maar skaars, gezichte was maar. En oog hier diep in my hart, is de roering van God. Het roer in mijn ziel. En in het zie vanavond jullie mensen onder die kracht van de Heilige Geest. In die dienst dat ik hier om zeg, Jelle, is die meer langs die. Dat zal die kracht van God en al zijn jarigheid geworden waarom. Zo van jullie wereld, dat nog nooit gezien is. Vloeien het samen. Halleluja! Halleluja! O, ik voel die geest van die Heere, Heere, op mij! Hij is die naam. Hij is die naam. Wat gebeurt wanneer die woord van God skaars wordt? En gezegd er met mij. Die priester, wat dienst gedoen het in Godse tempel was skoon uit orde uit met God. Skoon uit orde uit met Godse orde. My God is nie een God van wanorde nie. Hy het orde. Hy is God. Van Genesis af recht hier tot in Openbaring. Sien jy dat my God een God is van orde. Hy het een plan waarmee hy werkt. Maar hier sien ek dat die priester skoon uit orde was met God. Maar dit is die gevaarlijkste ding wat ooit kan gebeur as die priesterlijke ambt uit orde raak met God se orde. So gevaarlijk die eerste kenteken is. Wanneer die priesterskap, en as ek praat van die priesterskap, praat ek nie van een individualist, een persoon, ek praat van die priesterskap, wat dienst doen in die tempel van God. As hy in orde raak met God, kom achter, dan raak hy blind, en hy raak stokdood. Ek sê hy raak blind, en hy raak stokdood. En Elie was heel te mal uit Godse orde uit gewees. Daarom sê die woord van God sy oor dof geword. So dof. Wie die oor blind kan een priester raak is uit die orde van God uitgaan. En een menselijke orde inbring. Dan sien hy Hanna wat met God in aanraking is. En in God se tempel bid en hy so blind dat hy sê sy stem. Stap blind! Stap blind! Wanneer die priester blind raak, dan sien hy dit van God as dit van die duivel. En dit van die duivel sien hy as dit van God, want Elie en sy twee goddeloze seens wat tempelrook gepleeg het, het hy aangestel in die tempel. En hy het eerst geweet, hulle is tempelrook was nie, want God se tempel beweeg. En Hanna, wat met haar God praat in haar lippe, beweeg met, hy sê, sy is dronk.
Ik ben neer, ik heb niet dronken. Ik praat met God. Halleluja. En de tijd van de Heer Jezus was het precies dezelfde. Die fariseer was zo blind dat hij gezegd heeft, Jezus maakt ziekes gezond door die macht van die tijd. Ja, stoppen. Stoppen. William, daar die profeet klim op zijn kistel. En toen hij die kistel in die verkeerde pad en stier om Israël te gaan vervloek, toen wordt hij stoppen. God weet een stom dier, sien die engel van God staan, maar die profeet sien hom nie. Maar die wil het die naam is so stapblind, dat hy begin het debatteer, hy begin het in die hemel die donkie praat, herken hy nie, dat het God is nie. Hy sit in die nasie aan met die donkie, en hy slaat hom, hy drijf om in die verkeerde pad, en hy slaat hom, totdat die kies al gaan weg. Hy sê, effe Biliam, het ek jou nie getrouw gedien, waarom slaan jy? En ek wil vanavond vir jou sê, jy wat blind geword het, of God op die verkeerde pad, slaan maar jou gewete moet hê. Slaat hom, die dag voor God gaan wy vir jou voet, en met jou, en ek wil vir jou sê, hier is God, ek het jou getrouw gedoen tot vandag toe, verder, draai ek jou nie, God is hier voor jou. Jy wat die Heilige Geest paalstreep beslaan, en dat die jou tyg van sonde gerechtigheid oorgaan, daar sal een dag kom dat die Heilige Geest gaan leeg, en hy sê, ek draai jou nie meer verder, hier is God jou voor jou. En in die priesterskap en orde wat God het raak, is hy blind en hy is dood. Stop doof. Stop doof. God het een orde. God het een orde. Wanneer ek na die plan van God kyk, die saligheidsplan, het God een orde. Jy moet jou bekeer tot God. God moet jou wederbaar in die Heilige Gees. Jy moet gedoop word in water. Jy moet vervul raak met God se Heilige Gees. Halleluja. Die gawe van God moet werk. Jy moet heilig maak en lewe. Die vrugte van die Heilige Gees moet daar wees. Dis God se orde. Dis God se orde. Jy moet agterkom as die priesterlike ambt in orde met God uitraak. Dan raak jy die dinge weg. Wedergeboorte sien jy al te leer. En daarom kry jy mense wat net een vorm invul in die kerk en dan behoort hy aan die kerk. Gerehabiliteerde persoon. Is in een veldtocht iewers onder in Durban en terwijl ek in die veldtocht was geen aan toe kom een vrouw na my toe, sy sê prediker, dank God, een skatryk vrouwe man. Sy sê, my man het vanavond iets gekreem en hy besluit, hy gaan nooit meer drink nie. Hy was amper alcoholist. Sy sê, prijs God, het is blijs om jou. Sy het ons niet genooi om hulle te kom eet, en twee aan en aan haar, toe ons deel geëet, een van die liefste wonings, aan die Suidkus, daar aan die Suidkus, hy dink. Toe ons aan die tafel sit, toe praat hierdie man, hy gaan nou drank opgee, dobbel opgee, perre opgee, golf opgee, en ek weet nie wat gaan hy als opgee nie. En die aand het gaan toe sê ek vir die broeder wat samen is, ek sê hier is God. Hierdie man is nie beter gebore. As jy beter gebore is, gee jy niks op nie, dit gee jou op. Halleluja! Halleluja! Prijs die naam vir jou, jyma! Prijs die naam vir jou. God moet pas doen aan jou, dat hulle kerk in die vol gerehabiliteerde persoon is, wat nooit beter gebore is. Wat se verweste is, beter geboorte. Beter geboorte.
geweldige woorde lees. Die priesterlijke ambt was in orde. En God in de orde. God in de orde. Maar hier is nog iets tragischer. Als die priesterlijke ambt wat in orde met God geraakt is. Als die priesterlijke ambt wat in orde met God geraakt is. Die woord van God zei, Samuel het God voor Eli gedien. Die met my geloof. Nieuw, die laatste aanval uit die hel uit. Sal die ding wel stof, hy sal nie op pad sit, dat jy weet jy op pad helft. En sal jou dat God doen, maar jy ken God nie. Jy ken God nie. Kerke vanavond in Kaapstad waar die klokke lui. Mannen met wit pakken, met zwart pakken en wit asse staan. Het lijkt naar godsdienst. Hulle ken God nie. Hulle ken God nie. Ken God nie. Daar is een verskil. Daar is een verskil. Party mense dien God dit ter wille van die pastoor. Dien God voor jullie. Party mense gaan kerk toe net omdat sy man haar man kerk toe. Sy dien God dit ter wille van haar man. Party kinders gaan maar net ter huis van God toe omdat hulle ouers dit wil hê. Maar hulle ken God nie. Saam hulle die Here gedien. Voor jullie wat God nie geken het. God help jou vanavond in jullie saal. Ken so iets stap in die week in God. En ken die God van die hemel. En ken hom van vanavond. Halleluja. Halleluja. En wanneer ken ek God? Elkeen van ons vanavond hier weet wie is die eerste minister van Suid-Afrika. Ons ken hom van hoor sê. Maar wanneer kan ek sê, ek ken hom persoonlik. En hy het al voorgestel. En het ontmoet hom. Jy kan nie sê, jy ken God. Voordat jy hom nie persoonlik ontmoet het. En die hand van God se genade gevat het. Die liefde van God geken het. God persoonlijk ontmoet het, maar jy gaan veiligen voor die God van die Heere. Samen met die Heere gedeed, maar het God nog nie geken nie. Lek me vanavond vir jou vraag hier in die saal. Ken jy God? Ken jy God? Of dien jy maar net God voor jullie? Ken jy God? Weet jou werkgever dat jy God ken. Weet jou buren dat jy God ken. Weet jou kinders dat jy God ken. Weet jou familie dat jy God ken. En God die nie maar God ken. Sal jy het God nie geken nie. En hy het ook nie die stem van God geken. Toen jy die priesterskap van Eli in orde uitraak met Godse orde, toen moest God een klein Samueltje wakker maak. En vir Eli te gaan sê, jou priesterskap is af. God is klaar met jou. God is klaar met jou. Jou priesterskap is af. En ek wil vir jou vanavond sê, God hoor my. En gaan veranderings in Suid-Afrika kom, God weet. Dat ons met verbasing sal kyk te sê, dit is net God, wat sulke veranderings kan hê. Daar gaan veranderings kom. Daar gaan veranderings, en die priesterskap kom so seker, as wat my God lewe. Hoor wat ek vanaf wil sê, ek profeteer vir jou. Daar gaan veranderings kom. Seer seker. En het lyk maar bedroef. Het lijkt maar God in een laagtepunt, laag water. Wanneer God nie so ver gedaan het, dat die woord van God skaars is, gesigte min is die priesterskap uit orde. Mense en kinders God dien voor Eli, wat God nie ken.
Avui és la primera vegada. Muni, dat jo hot dis gerst en vol que jo te l'esni. Pastora, muni que n'es fan gelo la hau o es fan atuopni. Frau, wo fai dir, hau du gelés. Auf ein Ohne Schillen, auf ein Ohne que com si ho veia pastor s'anirà i fessant i jo amb mi a ses dones s'anirà i llibre que m'ho era pastor o que allà s'ho va fer s'és a joia que ens hi vol i viat dins de pell s'és a dir vieja s'hi 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 cua a ses dones s'hi vieja que m'ho era pastor m'hi va t'ha constat i mi llibre s'anirà i s'hi joia que m'hi no jo per s'anirà. Nadat de Sally gedoopt het, vindt hij iets van die ken God nie. Ken God nie. God moet ons help. Zaligheid is nie wat meer draagbaar is. Amen. Dat is een persoonlijke zaligheid. Is wat ondervinden met God. Halleluja. Halleluja. Wat is een zinwer? Wat is een vraag? Halleluja! Nu moet het voelen. Halleluja! Halleluja! Ik voel die kracht van de Heer. En iemand blij is dat die God zijn bij de Heer. Maar het treurige prentje wat het vlieg geskilder het vanavond is tragisch, is verskrikkelijk om te dink die woord van God is kaas, gezegde is min die bonatierlijke, die priesterlijke ambt is die aarde met God, constitusies word al dikker, maar die orde van God word al dikker. Amen. Amen. En as jy nie daar van hou nie, loop maar in die kerk uit. Jy sal weer terugkom. Jy sal maar net weer terugkom. Sê die orde van die mens wat al te kerm, wat sy orde wat al te kerm. En Samuel dien die Heere voor eeuw, maar ken God nie. Ken God nie. En God in sy ziel, en God in die verbaal. Is alles af, is wedergeboorte. En het lyk asof dit die laagste punt is, maar ek het hoop vandaan. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe staan het opgeskryf in die derde vers. Maar die Lam van God het nog nie dood gegaan. Ek sê, die Lam van my God het nog nie dood gegaan nie. Die Lam van my God het nog nie dood gegaan nie. Hy het brand vanuit. Hier in 77 brand hy nog helder. En God is helder. Gelacht. Gedaan. Die woord was kaas nog. Gezicht en alleen woord dat die priesters maar uit orde met God raak. O, die belangrijkste en die tempel van my God brand die lampje sêmere olijfolie en die geen licht in die tempel van God. Die lamp het nog nie dood. Ek wil jou bemoedig kind van God die wat tranen gestort het vir die krachteloze godsdienst. Geen kracht. Die gedaante van godzaligheid. En die kracht daarvan vir jou. Ek wil vir jou moed vir die lamp van onze God. Hy het nog nie dood gegaan. Hy brand. Hy brand vir jou. Hy brand vir jou. Halleluja. Dank God.
heart. From heart to heart. Daniel, prompted the elders there. Daniel, calls up the elders to see Bram. But then the darkest to come. Dan gaan jullie het lam van die God zien dragen. Dank God, die lam van die woord van God is nog brandende. Halleluja, om het God die eenvoudigste mannen optel. Die ongeleerdste optel. Maar die lam van God zijn woord zal branden door dat Jezus komt. Halleluja! En dat wil je zeggen, van al die natzakken van al jullie zogenaamde prerikers, wat achter die heilige kansel van mijn God staan met zakken, dat van alle zakken, maar dan zal jullie land zo waar als God nooit wil staan. Nooit! Die land van God zal draaien! En die land weet nog niet wat. Die land weet nog niet. De lam van wie de geboorte wordt nog niet doen. Vertel me eens, maar die wederkomst van de Heer Jezus zo selectief vaak. Net voor een klompje als de Heer wordt praat, dan denk je er zit een handje vol. Wat me die wegrapen mag dat zijn. Ik wil bedoel zeggen, die laatste inzameling van mijn God. Zou je mensen die straten van Kaapstad zien lopen? Met alle handen naar mijn God zijn jongen op. Die woord van mijn God in de borst. Dat is wat roept naar mijn God. Want die land van God gaat branden. Hij gaat zitten in de bar. Hij gaat rechten. Zijn land te doen. Halleluja! Weet je nou? En als je het goed zegt, amen! Die lamp van God heeft nog niet gedaan. Net op Jozef, dat gaan we schaduwen, dat is onkelbaar. Dat in een oomblik en een oogwond weggerukt gaan worden. Dat in die tegenwoordigheid van die zin van God. Die lamp van God heeft nog niet gedaan. Die lamp van God, die troepen met uw enige geest. Het spreken in vreemde talen heeft nog niet meer teruggegaan. Halleluja! 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 Hij roept nog! Net als een zij brand van aan de honden, of met een gebrandde handen en het vlees, de God in alles is met een gebrand. En het brandt. En het is niet wat niet. God doet nog met die honden. Ik zeg, God doet nog met die enige geest. De lamp van God is niet meer gekomen. De lamp van God is het amper gering alsof die brand, de lamp van goddelijke geneesheid niet gegaan is in onze midden. Roep en aan. En de tronen in mijn ziel. Mijn offer aan mijn God. Omdat die lamp van goddelijke geneesing is brandende. God mag die blindes nog zien. Die doel is nog lang. Die krippel is bijna. Die laag is bijna. Die blind wordt opgemaakt. Halleluja. Mijn God. Goddelijke geneesing zo lang brand nog. En brand. Die lamp van de Heer. Het nog niet meer. Het amper gelijk als het een lam doodgewaai was in de jaren. Als kind in een pinksterkerk heeft de dienst die voorbij gegaan over het gepraat van die wederkomst van Jezus. In die immers in de jaren wat voorbij gegaan het en het gelijk op die lam doet. Kinders van God, dit gepraat van die kinderen, kom zelfs op, als het nooit naar werken gaat. Hallo,
1977. In 78 sien ek hierdie land begin helder brand. Ek voel het in my siel. Ek weet het binnen kort gaan die jonge skeer. En ek gaat hem sien van aangezicht en aangezicht. Die lucht van die nederkomst van die land is brandende geluid. Halleluja! Oh,
Wij geleerd dat God in uw leven met vandaan aan de grond spreekt. De rand van die verwachting op zijn woorden komt. Of het amper verdwenen onder ons, het gelijk als de Babylon van die wederkomst wordt. Gelijk het verdwenen.